Breda Nu. Je weet het meteen. Pumperkluiven, 3 dagen lang. Een heel gaaf foodtruckfestival. Normaal altijd buiten, maar het is nou winter, de najaarseditie. Dus daar houden ze binnen. En dan kun je geen mooiere locatie bedenken dan in de Grootkerk van Breda. Wij nemen een kijkje. Edities in de zomer in Breda en Boeimeer hebben we besloten om een keer naar binnen te gaan. Dus eigenlijk hebben we na 2 zomeredities voor het eerst besloten om ook in de winter een editie te doen. Bevalt het de bumperkluif in de Grote Kerk? Ja, heel goed. Ja, leuk concept. Top. Ja? Ja. In de Grote Kerk maakt het dan nog wat specialer als gewoon normaal buiten? Ja, wel een hele mooie locatie. Ja, normaal komen we hier ook nooit, dus ja, het is wel een reden om er naartoe te gaan. Ja. Echt, ik vind het heel bijzonder. Ik vind het sowieso bijzonder dat in een kerk... Dat dat gewoon mag, alcohol schenken, muziek in de kerk, ik vind het helemaal leuk. Wijntje drinken, helemaal geweldig hè? Ik vind het wel heel tof dat dat kan hier zo. Ja, zonder gedoe, gewoon netjes. Een hele mooie locatie, prachtig natuurlijk. De lichten vielen net uit en wij zeiden al, ja, dat is God hè. Ja, die straft ons meteen dat wij hier bier aan het drinken zijn. Dus dan, nee, maar echt mooi dat dat kan, echt tof. Ja. Oh, moet je niet vergeten om dit een beetje schoon te houden. Nee, schoonmaken. En dan kiezen we ook wel eens mensen uit. Dan zeggen we, kom eens lekker mee helpen. Al hele knappe jonge mannen met een bril bijvoorbeeld. Ja, die mogen dan vooral, ja. Onvoorstelbaar dat dit soort mooie bouwwerken juist ingezet worden om mensen weer opnieuw bij elkaar te brengen. Fantastisch. Ja, ik vind het wel heel goed. En hoeveel pannenkoeken maak je nou op zo'n dag? Op zo'n dag rond 200 of zo. 200. En dat verveelt niet? Denk niet af en toe van, nou, ik kan geen pannenkoek meer zien. Nou, ik heb het wel vaak. Ik heb het wel vaak. Dat ik eet zo ook bijna niet, weet je. Het is weer eens wat anders in de kerk, hè? Ja. Hoeveel biertjes heb je al getapt? Nou, toch zeker wel 535. Fantastische sfeer, leuke mensen, altijd gezellig publiek. Dus ja, leuk om te doen. En welke plaatjes draaien nou zoal tussen het eten? Nou, een beetje waar de energie bij past. Heeft u nog een sappig verhaal voor ons? Een sappig verhaal? Nou, het is wel echt een supermooie sfeer. Ja, hoe is de sfeer, dames, hier? Heel leuk, heel gezellig. Ja, heel gezellig. Echt heel leuk. Ja. Wat hebben jullie allemaal al gedaan? Gegeten en gedronken. En wat heb je op? Frietjes hier, en saté en wijntjes. En wijntjes, ja. En dat is allemaal lekker, de wijntjes ook? Heerlijk. Ja, heerlijk. Ja, jij hebt al heel veel op. Ja, ik heb al heel veel op. Wat heb je allemaal op? Klaar. Die tonijn, iets Chineesachtigs, frietjes. Dus dat is allemaal lekker? Allemaal lekker. En jij hebt niks op? Ja, ik heb met Chinees op. Was ook lekker. De tonijn van chocola. De satéetjes van verderop. En even nadenken. Oh, de pulled pork. Vandaar een toekje. We zijn lekker. We doen een rondje zo. We proberen van alles wat. Okay. Ik heb net straks uitgelegd hoe het werkt. Ja, te zeggen, ga je gang. Okay. En hoe hadden jij je vingers verbrand? Hoe hadden dat de mensen thuis kunnen lachen? Ja. Dus, help je mij wel mee? Jawel. Ik help je wel even mee. Allereerste stroopwafel gemaakt. Hey, kijk eens aan, jongen. Gas erop, we moeten weer door. Kom. Dag mensen, tot de volgende keer. Breda Nu. Je weet het meteen.